Fadil Sakurica. Komende zaterdag speel je tegen Van Nispen. Roept dat nog speciale emoties bij jou op? Ja, tuurlijk. Van Nispen, mijn oude club. Daar heb ik toch 5 jaar bij gespeeld. Het is altijd leuk om tegen jou de club te spelen. Je ziet dan weer al die supporters, al die mensen die voor de club werken. Het blijft altijd wel speciaal. Is het ook mooi om daar terug te keren? Ik kan me ook voorstellen dat het bij jou zelf ook misschien herinneringen oproept. Ja, tuurlijk. Ik heb daar heel veel goede herinneringen. We zijn natuurlijk van de vierde klasse naar de derde gepromoveerd. De kantine is altijd onwijs gezellig. Dus ik verwacht wel dat het zaterdag ook wel vol wordt. Ja. Jullie zijn eigenlijk voor onze kijkers dan vooral vrij nieuw. Van die vierde klasse naar de derde klasse. Wat voor ploeg is VVSB? VVSB is toch wel een voetballende ploeg. We hebben altijd de intentie om de voetballende oplossing te zoeken. We hebben veel jonge spelers. Volgens mij was het gemiddeld iets rond 22 jaar. We hebben dit jaar ook zelfs een tweede team gekregen. Dus je ziet echt dat VVSB de intentie heeft om toch wat hoger op te komen. Dit jaar is natuurlijk aankijken omdat we toch nieuw zijn in derde klasse. We weten natuurlijk niet wat we van de tegenstander kunnen verwachten. We hebben langzamerhand 5-6 teams gehad. Dat bleek ook de top 5-6 teams te zijn. Ik denk wel dat we leuk kunnen meedraaien. Maar om vooralsnog te zeggen waar we gaan eindigen, dat is een beetje moeilijk. Ja, je zegt het zelf al een beetje, maar hoe bevalt die derde klasse? Wat is er tot nu toe echt bijgebleven de eerste paar wedstrijden? Je ziet dat er meer in wordt gevoetbald. Vierde klasse was toch wel fysiek en hopen dat de bal goed valt. Dat is heel stuk anders in de derde klasse. Veel teams zoeken ook de voetballende oplossing. En ik vind dat wij toch bij de top horen daar. Ja, bij de top? Top 5 zeker, ja. Van de laatste 6 wedstrijden die we hebben gehad, zie je dat we toch voetballend beter zijn. Alleen we missen toch net die ervaring of de scorend vermogen om er echt overheen te gaan. Behalve vorige week zaterdag, dat lukte wel weer heel goed. Ja. Dan komen jullie komende zaterdag gaan jullie natuurlijk naar de Zilk, naar Van Nispen. En dat is dan weer een topteam, denk ik dat we wel kunnen zeggen. Ja, dat kun je zeker wel zeggen. En dat zie je ook aan de aantal punten die ze hebben gehaald. Ik verwacht ook wel dat Van Nispen een kandidaat is om kampioen te worden. Maar het is toch een derby en die kan alle kanten op. Dus verwacht ook wel dat het een leuke wedstrijd wordt. We hebben al vorig jaar tegen ze gespeeld. Ik verwacht dat het een leuk potje wordt. Wedstrijd op zich? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Dat zijn van die clichés. Ja, tuurlijk. Het is altijd leuk om tegen de gasten waar je vroeger ook tegen hebt gespeeld, om daar weer tegen te spelen. Met waarschijnlijk heel veel supporters maakt het toch wel speciaal voor ons. Ja, want komt er eigenlijk heel veel mensen kijken bij die VVSB zaterdag? Op zich niet zo heel veel. We zijn natuurlijk een nieuw team. Er komen vooral wat ouders en wat oudere supporters kijken. Maar je merkt wel dat er steeds meer animo voor is. En zeker tegen Van Nispen. Er wordt ook wel flink gepromoot op Facebook en flyers in het dorp. Ik denk dat er aankomende zaterdag wel een volle boel wordt. Tot slot, waar kunnen jullie Van Nispen pakken? Ik denk tenminste conditioneel voor zeker tweede helft. Omdat wij denk ik iets serieuzer en fitter zijn. Ik denk dat wij ook goede zijkanten en natuurlijk goede spits hebben. Dus er moet ook wat te doen zijn. En waar ligt voor jullie het gevaar? We zijn als team gewoon heel erg sterk. We vechten het natuurlijk voor elke meter. En dat zie je altijd wel. We willen voor elkaar werken. Als dat aankomende zaterdag ook gebeurt, dan verwacht ik wel dat we kunnen winnen. Ik zou zeggen, succes zaterdag. Ja, dankjewel. Thanks man. Dankjewel.